jou. En het is gewoon niet te filmen, maar hier linksonder in het zwart vind ik een G. De G van Gabriel met Su. Bij het grote publiek is Hoogsteder vooral bekend als kunstexpert, die in het tv-programma Tussen Kunst en Kids zo enthousiast weet te vertellen over eeuwenoude schilderijen. Toch heeft hij zijn lintje vooral gekregen vanwege zijn werk voor het Bredius Museum, waarin de collectie van kunstkenner en verzamelaar Abraham Bredius is ondergebracht. Nou, eigenlijk als u hier rondkijkt, en u hebt al een aantal opnames gemaakt, hoe het eruit ziet, de manier waarop alles is neergezet, de entourage van het museum, dat zijn natuurlijk heel sterk, wordt ook getoond door zijn keuze en zijn smaak. En heeft er echt ook voor gezorgd dat de schilderijen zoals ze er nu bij staan, ik zou bijna zeggen, mooier eruit zien dan Bredius ze ooit zelf heeft gezien. In 1985 werd het museum door de gemeente gesloten vanwege bezuinigingen. Hoogsteder, die als kind met zijn vader vaak in het museum kwam, besloot actie te ondernemen. Hij vond een nieuwe locatie en blies het museum in 1990 zonder subsidie nieuw leven in. Al 20 jaar is hij actief voor het museum en is er nog dagelijks te vinden als conservator van de collectie. Waarom is het zo'n unieke collectie? In de eerste plaats omdat wat Bredius hier heeft hangen zijn eigen privé-idee is wat hij wilde verzamelen. Hij wilde laten zien hoe geweldig die 17e eeuwse schilderkunst was, van namen die niet bekend waren. En wat deed hij ook? Hij kocht atypische schilderijen. Dus hij kocht een schilderij van een beroemde landschapsschilder, maar dat was dan het enige stilleven. Of hij kocht een schilderij van een beroemde marineschilder, maar dat was het enige landschap. En daarom komen nog steeds van heinde en ver over de hele wereld kunsthistorici naar deze bijzondere atypische schilderijen kijken. De culturele functie van Den Haag is heel groot. Dit museum waar we hier zijn is ongelooflijk belangrijk. Hij heeft het museum min of meer gered. De collectie Bredius, maar hij doet zoveel op cultureel gebied in de stad. Het is goed dat dat ook nationale erkenning krijgt. Voor datgene wat ik dan gedaan heb en waar ik dus dan voor geëerd word, moet ik zeggen dat heb ik eigenlijk voor plezier en het hobbyisme gedaan. En dat dit daar dus als uiteindelijk ook nog een keer aan toegevoegd wordt, moet ik je zeggen, maakt het voor mij natuurlijk een hele bijzondere dag. Ja, ja.